hebben de afgelopen periode, eigenlijk al enkele weken, maar dus sinds het afgelopen weekend of de week ervoor, hebben we dus een piek gemerkt in het aantal aanmeldingen, zowel op de poli als op de spoedeisende hulp van het academisch ziekenhuis, van kinderen met braken, diarree en koorts. En we hebben gemerkt dat de kinderen best snel uitdrogen met alle nare gevolgen van dien. Ik denk dat het heel belangrijk is dat ouders begrijpen dat dus braken, wat het probleem eigenlijk is bij braken en diarree, het grootste gevaar is de kans op uitdroging. Als de kinderen braken, en kijk, één keer zeggen we altijd is geen, maar als je binnen enkele uren merkt dat je kind 3-4 keren braakt, dat het van belang is dat je naar de huisarts gaat, omdat die dan een middel kan geven dat in ieder geval het braken stopt. Als diarree erbij komt, dan maak je de kans op uitdroging natuurlijk nog groter. Diarree bij kinderen wordt niet gestopt, maar het braken kan je dus wel stoppen, waardoor de kinderen goed kunnen drinken. En doordat ze flink drinken, voorkom je eigenlijk dat de kinderen gaan uitdrogen. Want dat is eigenlijk het grootste probleem bij braken, diarree, uitdrogingsgevaar. Dus kortom, als je merkt dat je kind meer verliest, en verliest middels braken of diarree, dan dat je kind naar binnen krijgt, dan moet je direct naar de huisarts. Dat is de eerste stap. Nou, niet doen is lang wachten, totdat je merkt van, hey, het gaat niet, mijn kind plast niet meer, mijn kind wordt slap en suf, mijn kind reageert niet meer. Dan is het eigenlijk een beetje laat, dat zijn de alarmsignalen, en dan rennen we een beetje achter de feiten, want dat wil zeggen dat het kind dus ernstig uitgedroogd is. Dus op tijd aan de bel trekken, op tijd iedere keer erop letten dat als je kind, stel dat je kind alleen diarree heeft, erop letten dat elke keer als je kind poept, dat je kind laat drinken. En nogmaals, als je merkt dat er eigenlijk een evenwicht komt te verstrijken tussen wat je kind naar binnen krijgt of verliest, dan moet je direct aan de bel trekken naar de huisarts gaan. En die zal dan het kind evalueren en kijken als het kind verwezen moet worden naar de tweede lijn, dat is de kinderarts, om te kijken of die eventueel opgenomen moet worden of met strakkere instructies dat het toch nog wel goed gaat thuis. Wat we eigenlijk hebben aangegeven bij dit overleg is dat er een noodsituatie is ontstaan, dat de druk op de spoedeisende hulp veel te groot is. Zij kunnen het aantal kinderen dat zich aanmeldt niet aan. En dan krijg je allerlei natuurlijk vreselijke gevolgen van dien. En dat willen we zeker niet hebben als Surinamer, maar zeker niet als kinderarts. We hebben dus nagedacht over welke posten kunnen we nog meer openstellen, zodat de kinderen buiten de politieden van de artsen naartoe kunnen gaan. En dat moet nog even goed bedacht worden wat dat wordt. En we willen ook in het academisch ziekenhuis ervoor zorgen dat de kinderen naar een andere locatie eventueel gaan in plaats van naar de spoedeisende hulp. Maar u begrijpt, hebben we allemaal personeel nodig en het is nog steeds een groot probleem. Er is een enorm personeeltekort, waardoor we dus echt goed moeten nagaan wat is wijsheid. Want natuurlijk de andere kinderen met andere ziektes, die moeten ook behandeld worden. Dus het is nog concreet, zijn we nog aan het nadenken en we hopen in ieder geval morgenochtend al echt concreet te kunnen aangeven aan ouders wat te doen buiten de politieden. Maar de eerste stap is nog steeds de huisarts. Als je merkt dat je kind diarree heeft, dan is het van belang dat je kind drinkt. Ouders vinden het altijd een beetje stressend en terecht ook. Als de kinderen ziek zijn en niet willen eten, ik leg ze altijd uit. Als kinderen ziek zijn, willen ze niet zoveel eten. Dat is op zich niet zo'n grote ramp, maar vocht naar binnen krijgen, dat is heel belangrijk. En dan geven de kinderen initieel van wat de dingen die ze lekker vinden. En dan zeggen we of het nou een waterijsje is, kokoswater, Gatorade. In ieder geval de kinderen moeten drinken. En natuurlijk als we merken dat de kinderen zoveel verliezen hebben dat ook een stoornis kan optreden in hun suiker- en zouthuishouding, dan is het wel van belang dat ze dus diosol drinken. Want diosol is dan een goede samenstelling. En hoeveel geef je kind te drinken als je kind 10 kilo weegt? Iedere keer als je kind diarree heeft gehad, geef je kind ongeveer 100 milliliter te drinken. In de medische termen zeggen we dus 10 milliliter per kilo. En dat geef je kind dus iedere keer te drinken. En dan zorg je er zo voor dat je kind niet uitdroogt. Bij braken, als je kind 10 kilo weegt, dan geef je kind ongeveer 20 milliliter te drinken. Dat is dus ongeveer 2 milliliter per kilo. Heel belangrijk bij braken is, als je een medicatie hebt gehad, of het nou van de huisarts is of de kinderarts, ondansetron, dat helpt probaat bij acute gastroenteritis. We geven liever geen andere middelen, zoals domperidone en grafol, echt alleen ondansetron.
Sedron. Laat je kind dat drinken. Wacht ongeveer 30 minuten voordat je voeding of vocht toedient. Niet eerder. En als je dat gaat geven, kleine hoeveelheden. Als in de kinderen dorstig, geef gewoon kleine hoeveelheden. Want als je te veel geeft, gaan de kinderen braken. Maar natuurlijk, als je kind zo uitgedroogd is dat het zoveel wil drinken. En dan is het geen tijd meer om je kind thuis te houden. Dan moet je echt hulp gaan zoeken. En SEH is er natuurlijk altijd nog. Alhoewel de druk heel hoog is. Wees u niet bang om uw kind te brengen naar de spoedeisende hulp. Zit u niet met een doodziek kind thuis omdat u bang bent om naar de spoedeisende hulp te gaan, want ze gaan mijn kind toch niet helpen. Gaat u alstublieft er naartoe. We werken als team heel erg nauw samen om te hopen dat we deze situatie heel gauw onder controle hebben en dat we niet onnodig meer Surinamers verliezen. Zoals door de deskundige uiteengezet, lijkt het heel veel op een virale infectie, dus een virus, welke verantwoordelijk is voor dit beeld. En in principe geldt er bij een virale gastroenteritis zoals we dat kennen, maagdarmontsteking met brakendiarree. Geen medicatie, er is geen medicatie. Wat je wel kan doen, je kan de klacht behandelen. En dat geef je door het braken te stoppen met medicijnen. En je moet het kind zo snel als mogelijk weer vocht toedienen. Zij het oraal, dus via de mond. Of via een infuus. En daar is de focus dus vooral op van deze zaken moeten goed in place zijn. Wil je hebben dat escalaties kunnen worden voorkomen. U kent het algemene motto, voorkomen is beter dan genezen. De rol van de eerste lijn is ook besproken. De plek waar een burger terecht komt als eerste is niet de SEH. De SEH is ook niet bedoeld, de spoedeisende hulp, dat mensen met allerlei klachten in vroege fase bijvoorbeeld al bij de SEH komen. De eerste plek waar iemand terecht moet is de huisarts. En ik ga een beroep doen. Wij gaan ook vanuit het ministerie communiceren met zowel de regionale gezondheidsdienst, dus de RGD, dat is de grootste eerste lijnsorganisatie in Suriname, en de particuliere huisartsen, om zoveel als mogelijk ook voor ons de eerste plek te zijn waar kinderen met dergelijke klachten of personen met dergelijke klachten, vooralsnog is de focus op kinderen, zo snel als mogelijk opgevangen kunnen worden. Dus de behandeling, de opvang, de voorlichting, de preventiemaatregelen, die kunnen al heel goed en heel snel in die eerste lijn worden gegeven. Dus bij de huisartsenpoli. En daar gaan wij dus vooral de focus op doen. We hebben de klacht gehoord dat de bereikbaarheid, en ik ga heel kritisch zijn, de bereikbaarheid van huisartsen, dat er daar zeker op aanmerkingen zijn. Wij gaan een beroep doen, omdat het nood is, omdat er een emergency is, dat alle resources die wij ter beschikking hebben, zoveel als mogelijk ingezet worden. De openingstijden ook van polyklinieken gaan we vragen om een beetje langer open te houden. We werken er nu aan, op dit moment, om de RGD-klinieken, die bekend waren als te zijn de verruimde dienstverlening, dat was Latour, Lelydorp, Geersvleet en Limesgracht, dat wij daar proberen zo snel als mogelijk de openingstijden te verruimen, zodat de ouders met kinderen die dergelijke klachten hebben ook daar naartoe kunnen voor een adequate en een professionele opvang. We doen alles eraan, ik kan u garanderen dat wij genoeg infuusvloeistoffen hebben, we hebben genoeg medicatie om het een en ander te doen, maar het valt en staat met voorkomen en preventie. Dus we gaan een beroep doen ook op de ouders om continu, als u zieke kinderen hebt, 1. Ze niet naar school te sturen, 2. Ze niet naar de crash te sturen, 3. Continu de handen te wassen, 4. We moeten voorkomen dat er contact is tussen kinderen, dus breng ze niet naar een algemene plaats waar er ook veel kinderen zijn. Het is hoog besmettelijk, dat is duidelijk. Het is een virus, kan heel snel besmetten. Personen besmetten. En we moeten met z'n allen een bijdrage leveren. Dus iedereen heeft een rol. De overheid heeft een rol. Maar ook die burger heeft een rol om heel alert te zijn. Als u van buiten komt, oma, opa of wie dan ook, een kind gaat bezoeken, was uw handen. Precies zoals bij COVID-19. We hebben het vanaf het begin gezegd, de lessen van COVID-19 gaan we vaker moeten gebruiken. Want er is een Het is een ongoing proces. De natuur, de evolutie, de natuur, is gewoon een ongoing proces. Er zullen virussen komen en gaan. Er zullen epidemieën komen en gaan. Er zullen outbreaks komen en gaan. Dit is een van de outbreaks waar we heel snel moeten zijn. Wat wel geruststellend is naar mij, is dat de kinderartsen zeggen, als de kinderen op tijd en goed worden voorgelegd, de ouders, goed worden voorgelegd, dan kan je heel veel voorkomen.
we willen voorkomen dat mensen met levenloze kinderen, met kinderen die in grote shockproblemen zijn, pas gepresenteerd worden. Dus we gaan ons focus ook op voorlichting. Hoe kan je de uitdroging herkennen? Hoe kan je herkennen dat je kind inderdaad dit virus heeft? Wat moet je doen? Wie moet ik bellen? Waar moet ik naartoe? Kan ik gelijk naar de kinderarts? Nee, je moet naar de huisarts. En de huisarts gaat verder adviseren. De huisarts heeft ook een rol. Ik ga niet een kind niet accepteren omdat dat kind diarree heeft, omdat ik bang ben om besmet te raken. Nee, het is mijn werk. Ik moet dat kind zo snel als mogelijk presenteren of behandelen en presenteren aan de kinderarts. Dus al deze afspraken gaan we nu maken. Het is een noodsituatie. Niemand heeft het zien aankomen, maar we moeten. En ik heb er geloof in dat het team welke hier zo aanwezig was. En uiteraard ook mensen buiten. Dat wij de zorg goed gaan organiseren, zodat onze burgers, onze kleine kinderen, zoveel als mogelijk bespaard worden van deze uitbraak. Ik moet zeggen dat dus feitelijk met name vanuit het academisch ziekenhuis, maar ook de overige ziekenhuizen, zitten we dus al in de situatie al een paar weken te monitoren. Nadat we de melding binnen hebben gekregen van zowel vanuit de kinderartsen, maar ook vanuit onze spoedeisende hulp. Ik kan meegeven vanuit het academisch ziekenhuis en ook vanuit de spoedeisende hulp, hebben we de afgelopen 2 weken 400 kinderen gezien. Dus u begrijpt dat het enorm is. We zijn dus niet gewend zoveel kinderen te zien met dezelfde klachten, dus het braken, het diarree en koortsij. Dus dat zegt wel in veel. En dat geeft ook aan dat je dus ook extra alert moet zijn en ook daarop maatregelen moet treffen. Voor de duidelijkheid, en ik denk dat het inderdaad goed is dat u die vraag gesteld heeft, is dat als je komt naar de spoedeisende hulp, gaat het erom dat je dus komt voor dat je inderdaad een acute aandoening hebt. Dus u heeft spoedzorg nodig. En we zullen te alle tijden ervoor zorgen dat u op een gegeven moment gewoon die zorg kunt genieten. Het is inderdaad zo dat je dus de drempelkosten moet betalen. Je moet begrijpen dat de drempelkosten is feitelijk een deel om dus de kosten voor de spoedeisende hulp zelf te helpen dragen. Maar het is dus niet zo dat u eerst op een gegeven moment echt verplicht gesteld wordt en dan geven mensen zorg niet. Dat doen we niet. We werken vanuit de SIH, hebben we feitelijk een speciale triagecode. Dat is ook een beetje bekend bij die samenleving. Even gewoon te herhalen. We hebben dus een code van 1 tot en met 5. Code 4, 5 zijn meestal geven men de huisartsen gevallen. Daar zien we feitelijk nog te veel van. Dus u begrijpt dat voor ons heel erg belangrijk is dat we dus op zeer kort termijn de spoedhuisartsenposten weer hebben. Zodat dus die ons helpen om dus die druk te verlichten op onze spoedeisende hulp. En dan heb je de code 1, 2 en 3. En de code 1 die zijn de zeer ernstige gevallen die we dus gewoon per direct moeten zien. En code 2 en 3 zijn natuurlijk ook gegeven met ernstige gevallen. Dus terugkomend op dus uw vraag met betrekking tot ja, moet men eerst betalen en dan wordt men geholpen? Nee, dat klopt niet. U wordt altijd gegeven moment geholpen en dan gaan wij gegeven moment vervolgens dan een traject met uw inzet administratieve zaken die natuurlijk in orde gemaakt moeten worden. Gezien de situatie dus nu met betrekking tot de kinderen en wat we dus nu zien, kan ik meegeven dat we dus vanmorgen kreeg ik dus de melding binnen dat er geen opnamecapaciteit meer was binnen dus de ziekenhuizen, dus niet alleen AZ, maar ook de overige ziekenhuizen. We zijn dus natuurlijk gegeven moment direct in spoedberaad bijeengekomen om dus te kijken, hoe kunnen we uiteindelijk ervoor zorgen dat wij dus de kinderen die dus acuut opgenomen moeten worden, let wel, daar heb ik het even specifiek over, dus met kinderen met dus braken, diarree en koorts, die dus wel toch opgenomen moeten worden. Hoe kunnen we voor zorgen dat we dus een plek voor hen kunnen creëren. Dat hebben we dus ook een beetje besproken. De ziekenhuizen die zijn dus nu in stelling gebracht. U begrijpt dat het wel voor ons wel zal betekenen dat wij ook niet slechts capaciteit ter beschikking moeten stellen, maar ook onze human resource. En dat is nog een hele grote uitdaging binnen de ziekenhuizen. Maar de mensen nu al aan een bepaalde druk werken binnen de ziekenhuizen. Het is al lang bekend dat we op een gegeven moment al een tekort hebben aan zorgpersoneel. Dus u begrijpt, met dus wat we dus nu zien, dat we dus nu toch wel onder een heel hoge druk komen te staan. En dat we dus op basis daarvan, dan de verpleegkundige directeuren, die gaan dus nu geven men dan binnen 24 uur moeten ze dus vaststellen hoeveel verpleegkundigen ze vrij kunnen maken, zodat wij dus toch wel voor kunnen zorgen dat we een groot deel van dus de kinderen kunnen opvangen.